Welkom bij een nieuwe Omroep Hulst Informeert. Vanuit ja, het terrein waar hier achter mij Vestrock Downtown helemaal opgebouwd wordt. Daarvan nog geen nieuws, want er moet nog hard gewerkt worden. Maar wel veel ander nieuws uit de regio. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zorgen de Plus Supermarkt in Kloosterzande en Albert Heijn Hulst ervoor dat mensen die geen vervoer hebben en ook geen supermarkt in hun kern, ja, toch boodschappen kunnen doen. 5 ochtenden in de week rijden vrijwilligers van Hulst voor elkaar naar een supermarkt. Wilt u gebruik maken van zo'n dienst? Nou, een mailtje sturen naar info@hulstvoorelkaar.nl, dat kan dan. Of gewoon even bellen met 011-4-684-700. En dat telefoonnummer kun je ook bellen als je een apparaat hebt dat kapot is, maar waar je nog geen afstand van kunt doen. Denk dan aan een defecte boormachine, grasmaaier, broodrooster, nou ja, nog veel meer. Het klusteam van het Repair Café maakt je kapotte elektrische apparaten tegen kostprijs, dus de kosten van de onderdelen, en iets lekkers bij de koffie voor de vrijwilligers. En de raadzaal in het stadhuis van Hulst krijgt een nieuwe indeling, inrichting en nieuwe functionaliteiten. Dat is hard nodig, aldus het college van burgemeester en wethouders. Want de huidige inrichting ziet er misschien netjes uit, maar gaat al 20 tot 30 jaar mee. Het grote schilderij van Cornelis de Vos, dat verhuist naar het nieuwe museum. En die opknapbeurt van de raadzaal, die kost 180.000 euro. En Hulst heeft nog meer geïnvesteerd, want op de markt staat een nieuw informatiebord. Het moet nog aangesloten worden, maar straks kunt u daar allerlei informatie over de gemeente Hulst en zijn pagaddes lezen. De begroting voor 2022 is de laatste begroting voor de huidige coalitie. Want in maart zijn er natuurlijk weer gemeenteraadsverkiezingen. Ook in 2022 wil de gemeente investeren in dorpshuizen, duurzaamheid, wegen en riolering. Ook is er financiële ruimte voor ja, kwetsbare groepen inwoners, ja, om die te blijven ondersteunen. De gemeente Hulst start eind oktober met vroeg signalering van schulden. Inwoners van de gemeente met betalingsachterstanden van huur, zorgverzekering of ja, nutsvoorzieningen komen sneller in beeld en krijgen dan direct een hulpaanbod. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Vroegsignalering is sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak van gemeenten. En 8 scholen van het voortgezet onderwijs in Zeeland doen dit jaar mee aan de wedstrijd Energy Battle van de Bibliotheek van Zeeland. En die gaat rondom ja, energie, duurzaamheid en circulaire economie. In Zeeuws-Vlaanderen is het het Lodewijk College in Terneuzen dat deelneemt en voor een bedrijf een opdracht zal uitvoeren. Of ze in februari daarmee in de finale staan, is nog even afwachten, want deze maand start de voorronde. Speeltuin Het Oranje Kwartier in Terneuzen is tijdelijk dicht. Dit omdat de gemeente handhaaft op het plein dat vrijwilligers en bezoekers gebruiken om te parkeren. Iets dat al 10 jaar gebeurt. Nou, het parkeerterrein op eigen terrein realiseren is onmogelijk en financieel ook helemaal niet haalbaar. Wethouder Van Assen is ook niet blij met de situatie en gaat in gesprek met het bestuur van de speeltuin. Nog een speeltuin met problemen. In Sluiskil dreigt speeltuin De Miertjes na 52 jaar te moeten verdwijnen. Er is een tekort aan vrijwilligers en ook worden er door vandalisme speeltoestellen vernield. Er is in Sluiskil ook weinig voor wat oudere jeugd. Men hoopt nu dat er een nieuw bestuur komt, een jonger bestuur dat de speeltuin niet alleen wil voortzetten, maar ook de jeugd weer positief wil benaderen. Heeft u al eens gehoord van de Kookboekenweek? Nou, die is de tweede week van november en in 3 bibliotheken van Zeeuws-Vlaanderen zijn er dan lezingen. Sabrina Baart is in de Kookboekenweek daar te gast. Ze heeft een
kookboek geschreven met als titel Ontbijt en gebak met een gezonde twist. Daarin staan 40 recepten zonder melk, tarwe en geraffineerde suikers. 5 november is het te horen in de bibliotheek van Oostburg, 10 november in Terneuzen en 12 november in Hulst. Het is helemaal gratis. Wat doe je als het Nederlandse klingen en het Belgische de kling dezelfde ideeën hebben? Dan ga je samenwerken. De Klinkse bossen en grensdorpen worden het decor voor een klankwandeling. Natuur, geluidskunst, architectuur, erfgoed en verhalen vertellen. Die smelten samen in het bos. Met je telefoon en een app kun je dan op pad. Maar studenten van Scalda ontwikkelen ook een systeem voor mensen die geen smartphone hebben. Er komen onderweg 9 bankjes van hout. Dat komt van de gerooide bomen uit het gebied. En ook 3 installaties. Op 22 april, nou, dan zou de eerste wandeling van start moeten gaan. Nog meer nieuws uit de natuur, want op vrijdag 5 en zaterdag 6 november is het weer Natuurwerkdag. Vrijdag gaan de scholen aan de slag, maar zaterdag kunt u ook zelf met andere vrijwilligers, ja, bijvoorbeeld wilgen knotten of ander onderhoud in de natuur gaan doen. Niet alleen erg belangrijk en gezellig om samen met anderen ook eens op een andere manier kennis te maken met de natuur. Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor een locatie bij u in de buurt. Er zijn in Nederland wel 30 verschillende locaties. De kinderen van de basisschool, die maakten er al gebruik van, maar nu is hij ook echt officieel geopend. Het beweegpark in Klingen. Het park is te vinden achter gemeenschapscentrum Malpertus. Het is voor iedereen en de sportprofessionals van Hulst voor elkaar maken er ook gebruik van en geven dan bewegingslessen. Van de opening kregen we de volgende beelden. Bekende oefening, hè? Ja. De sportschool, hè? Dat zie ik al. Ja, dat klopt wel. Achteruit lijkt me wel moeilijk, hè? Dat doen we. Je kan hier ook gebruik maken, hè? Om je knieën te maken. En Diana van Damme had nog meer officiële handelingen deze week. Ze zette haar handtekening onder de koopovereenkomst voor de ontwikkeling van deelgebied 4 van project De Nieuwe Bierkaai. Het gaat om het gebied waar vroeger het postkantoor van Hul stond, op de hoek van de Minderbroederstraat, Oude Havensteeg. Hier komen, en het lijkt wel een modewoord van de laatste jaren, appartementen voor 55-plussers. Het is maar te hopen dat hierdoor weer huizen vrijkomen voor jongeren en starters in Hulst. Ook voor de ontwikkeling van de westelijke Pelkpolder staat het licht ondertussen op groen. Daarmee gaat de ontwikkeling een tweede fase van die gebiedsontwikkeling van Pelkpolder beginnen. De eerste fase bestaat uit 85 woningen op het Veerplein. En dit nieuwe deel, dat komt op de westelijke Pelkpolder. Daarvoor is een ophoging nodig. En daarop komen dus 200 woningen en 50 recreatieve woningen. Nou, bouwkavels voor dit gebied die komen binnenkort in de verkoop. Het ophogen gaat gebeuren met schone grond. Waterzanden BV heeft al een partij grond op het oog. En die grond is binnenkort beschikbaar. Ophogen met schone grond, dat klinkt bekend in de oren voor de omwonenden van het gebied. Want wie gaat dat garanderen? Die zitten voorlopig nog met een zeedijk in hun maag vol thermisch gereinigde grond. En daar is al heel wat over gepraat, al dus Hans Rademakers. Daarom geen gepraat, maar Hans en de mannen van de band Perk Experience hebben een lied geschreven over en met als titel Schone Grond. We sluiten deze week dus af met een liefdeslied over het gebied bij Pelkpolder. Graag tot volgende week. In 2014 heeft Rijkswaterstaat hier namelijk een nieuwe zeedijk aangelegd met thermisch gereinigde grond. Dat is grond die door verhitting is schoongemaakt, maar die ondanks dat toch vol zit met gif
En dat zorgt bij de omwonenden voor grote bezorgdheid. Levert vervuilde grond in Perkpolder toch gevaar op? Of het helemaal afgraven van de dijk is noodzakelijk, volgens een onlangs verschenen rapport. Vervelende stoffen zoals chroom, benzeen, arsen en vanadium. In het kort zijn er nu 3 scenario's. 1. Dammetje erin. Waterloos op de Westerschelde. Benzeen, arsen, krik en lood kwamen in een aantal metingen in te hoge waardes voor. We hebben er alle vertrouwen. Maar ergens ging iets mis. Mag ik u willen kunnen doorgeven naar onze communicatieafdeling, meneer? Want ik heb een fijne dag vandaag. Groeiden op in vlakke weidse polders. Groeiden op en voelde mij zo gezond. Ik wil dag jaren zo nog even houden. Ik stond het veiligst met 2 voeten op die schone grond. Schone grond. Schone grond, schone grond, schone grond, schone grond, schone grond. Mijn moeder plant er witloof en zooi de radijzen. Liepen als een patrijzen en bolly met een oom. Rolde speelde, sprongen uit dijzen. Vieren vuil van, hoorde kluiten. En brokken schone grond, schone grond, schone grond. Schone grond, schone grond. Schone grond, schone grond. Het liefst leef ik. Veel van wat keet kan ik hier zelf zien groeien. Sloten ze voor mij alles van alleen. Maar kinders, kinders, wil ik om ze zien stoeien. Hulder kinders, op schone grond. Morgen vuil ontkleed, schone grond, schone grond. Thank you.
naar onze communicatieafdeling, meneer, want ik heb een fijne dag vandaag.